Ben je er klaar voor? Tuurlijk niet. Een beetje wakker worden. Sla hem in mijn gezicht. Auw! Hallo jongens, welkom bij de nieuwe slechtste huren. Ja. Hallo jongens, welkom bij een allernieuwe... Wat? Tikkertuin. Hallo jongens. Hallo jongens, welkom bij een nieuwe, de allerslechtste brievenrubriek van Nederland. Dit is Max, ik ben Marije. We zeggen natuurlijk jongens, maar we bedoelen ook meisjes en alle genderneutrale onder jullie. Ja, dat ook. Echt Hema. Laten we gelijk aftrappen met de brief van de week. De brief van de week. Dat is ongetwijfeld deze, want nou, dit moeten jullie even goed zien. Kijk even. De kat staat er zelfs bij. Kijk, in pizza en spierballen en zo. Ik weet niet waar die in ons leven zijn, maar hey, leuk geprobeerd. Nee. Hij is handgeschreven, jongens. Hoppatee, met mooie blauwe in. Lieve Max en Marije, we kijken altijd met veel plezier naar de video's. En jullie zijn een leuk stel samen. We? Really? We houden zelf van fitness en dansen en vroegen ons af wat jullie nou een leuke sport vinden om te doen. En wat eten jullie het liefst voor of na het sporten? Liefst Esther en Yvette. Oké. Okay. Nou, ik weet wel een leuke sport die wij vinden om samen te doen. Ik bedoel seks. Over naar jou, Marije. Nou, wat vinden wij een leuke sport om te doen? Wij sporten niet samen. Nou, we hebben wel samen gesport. Ja, het was, we schreven 1824. Het allerleukste vind ik eigenlijk wel hardlopen en fitness. Maar beide kan ik niet heel erg doen op het moment, omdat ik nog steeds gewoon met een blessure zit. En wat eet ik na het sporten? Alles. Ja, daarom sport je toch? De enige dat je sport is, zodat je alles kan eten waar je zin in hebt. Helemaal correct dit. Zo werkt het. Chocola, chocola, chocola. Oké, next! Volgende brief! Ja! Dat is deze. Hey, Pookie! Hallo, liefie! Kan ik er wel flinker op, zeg. Wow, hier zitten dingen in, jongen. Er zitten dingen in. Een kat of in? Oh. Glitters op de kat. Wauw! Kijk! Nog meer stickers. Die kunnen op mijn laptop. En nog meer stickers. Ik zit er een kok in. Wow! Wauw, we hebben een poster! Wow! Hoe tof is dit? Even kijken. Is dat ook al de brief of is het een poster? Nee, het is de brief. Ja, de brief voorlezen, ga ik de poster opmaken. Lieve Marije en Max, ik kijk altijd jullie video's en toen ik hoorde dat je brieven kon opsturen voor de slechtste brievenbus van Nederland, dacht ik... Dat wil ik doen! Dus hier is de brief. PS, ik heb dit stuk al 500 keer opnieuw geschreven. Lol. Echt, hetzelfde probleem altijd. Ik ben Elisa, ik ben 13 jaar en mijn droom is om naar Amerika toe te gaan. Ik zie in jullie video's dat jullie vaak in Amerika zijn, dus mijn vraag is... Is het echt zo super cool in Amerika? En is het ook zoals in de films of is dat allemaal nep en is het een beetje hetzelfde als in Nederland? Ik heb ook een fanaccount. Dit gebeurt er als underscore fan. Ik vind jullie super leuk en ik hoop dat jullie brief leuk vonden en de cadeautjes. Nou, mega lief, Elisa. Ook fanaccount, hier staat hij in beeld, komt ie. Ik vind het concept fanaccount nog steeds heel raar. Hoor. Ja, ik ook. Ja, ik snap niet helemaal waarom fan van dit, maar oké. Okay. Om je vraag te beantwoorden, ja, je loopt gewoon in een filmset. Nou. In New York. Ik wou zeggen, laat het even kaderen. Amerika, lieve Elisa, is een land zo groot als het continent Europa. Dus er zijn nogal wat verschillende plekken in Amerika. Sommige zijn super cool en heel tof en alsof je op een filmset loopt. En sommige zijn heel stom en saai. Bijna net als Nederland. Want in Amsterdam is het allemaal heel tof en waar jullie allemaal wonen niet. Nou zeg. Tijd voor de lifehack. Lifehack. Wat is dit? Niemand weet wat dit is. Ik was aan het trillen. Jij had iets bedacht. Ja, ik heb een vet goede lifehack. Want ik denk dat iedereen die pasta kookt, automatisch 4 keer te veel kookt. Hetzelfde als met rijst, hetzelfde als met spaghetti. Je kookt gewoon altijd te veel pasta. Eens? Eens. Ja, nou, eigenlijk iedere keer wel. Niet eens. Je moest echt nadenken, hè? Ja. Dus als je weer eens een pakkie over heeft, zoals mijn moeder dat altijd noemt, dan kun je dat opwarmen in de magnetron. Maar als je nou zo'n klomp op je bord
gooit en dat in de magnetron doet, dan duurt het vet lang voordat het binnenste warm is. En dan is de buitenkant al helemaal zo verschroeid en helemaal oververwarmd. En dan is de binnenkant nog helemaal koud. En dat wil je natuurlijk niet. Dat nee, zou wil echt gewoon... Dit wil niemand. Nee. Dat klinkt niet sexy. Vreselijk. Dus mijn lifehack is om een rondje te maken in het midden van de pasta. En het zo in de magnetron te doen. En ik kan het hier laten zien als voorbeeldje. Dan krijg je dus ongeveer dit. Want ik heb niet het idee dat ik dit goed uitleg. Nou, dat dus. En zo wordt het evenredig heet. Precies, dank je Max. Ik weet niet hoe dit precies een lifehack is, maar doe er je voordeel mee. Yeah! De volgende brief. Laten we een e-mail pakken. Ja, man, bolletje. Van Eefje. Eefje. Hoi Max en Marije, mijn naam is Eefje en net als jullie houd ik van lekker eten. En dus ook van snoepjes. Mijn vraag aan jullie is hoe ik mijn eigen snoep kan maken. Hebben jullie een leuk idee? Zelf hou ik van zure matten en chocola. Chocola. Heaven. En nee, niet als combi, Max. Ik zie de grappel aankomen. Don't test me. Mijn vraag aan jullie is hoe ik mijn eigen snoep kan maken. Hebben jullie een leuk idee? De supermarkt. Lieve Eefje, ik weet niet hoe groot fan je bent, hoe vaak je kijkt of wat je allemaal gezien hebt. Maar wat aan Marije's kanaal geeft jou het idee dat iemand van ons jou hierbij kan helpen? We weten helemaal, als je iets kan leren van Marije's kanaal, is dat we niks weten van koken en eten en hoe dat werkt. Nee! Zelf chocola maken? Dat kan Tony Chocoloni veel beter. Of heb jij nog iets verheffends hier aan toe te voegen? Ik weet alleen dat ik me vroeger heel culinair voelde als ik dan een normale reep melkchocola ging smelten in een pannetje en daar dan pinda's bij deed of rozijnen. En dan maakte ik daar rotsjes van. Ja, dat is wel eigenlijk alles wat ik kan. Dan nog steeds denk ik, pindarotjes, kun je gewoon kopen. Ja. Jongens, bedankt voor het kijken weer. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. En... Doeg. Oh. Doeg.